allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Jullie vonden mijn avondroutine vlog heel erg leuk, dus ik ga nu ook een morningroutine vlog maken. Ik ben al best wel lang wakker, het is nu ook 10 uur. Ik was 8:30 wakker, tot ik 9 uur online les. En nu is die net klaar. Ik moest even liezen en ik ben nog wel een beetje moe. En ik heb ook mascara in mijn ogen en zo. Maar nu heb ik nog even op mijn telefoon gezeten en zo. En nu is het echt tijd om eruit te gaan. En eerst ga ik altijd even douchen. Dus ik ga jullie meenemen en ik ga jullie alle producten en alles laten zien wat ik dus gebruik. Dit zijn de producten die ik gebruik. Voor de duidelijkheid, dit is niet gesponsord. Ik heb dit allemaal gewoon zelf gekocht. Als eerst deze shampoo. En deze gebruik ik van Rituals. En deze is echt heel erg lekker. Dan deze conditioner. En deze is echt een aanrader. Deze is zo. Dit maakt haar gewoon echt fantastisch. Dus deze twee shampoos en conditioners gebruik ik. En af en toe doe ik ook zilver shampoo in. En dan gebruik ik dit niet. En dan gebruik ik deze zilver shampoo. En deze van André Lon. En deze is ook heel fijn. Dan gaat een beetje de gele gloed uit mijn haar. En daar dat doe ik sinds pas. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Want ik heb het al 2 dagen gedaan. Dan gebruik ik scrub voor mijn benen. En deze ook van Rituals. En dan gebruik ik deze shower foam. Dus dit is eigenlijk allemaal wat ik gebruik. En dan ga ik nu lekker douchen. Ik heb lekker gedoucht en ik heb mijn badjes aangedaan. En nou, dit is echt helemaal zonder make-up. En nu ga ik even een dagcreme opdoen. En dat is deze. Ik ga die scherp stellen. Ja. Een dagcreme. Die ga ik even opdoen. En dan ga ik even een beetje mijn haar feunen. Want ja, dat moet. Ik heb alleen even de bovenkant een beetje gefeund. Dat de rest gewoon van zichzelf kan drogen. Maar anders wordt mijn haar heel erg plat op mijn hoofd. Dus dat heb ik nu gedaan. Nou, dan ga ik me nu even opmaken. En dan zien jullie me zo terug. Ik ga ook even de producten laten zien die ik gebruik. En woeps, daar zijn we weer. Nou, de make-up zit erop. Op camera lijkt altijd zo anders in de spiegel. Dat is echt abnormaal. Ik ga jullie even laten zien wat ik gebruik. Ik gebruik deze concealer. Ja, deze concealer gebruik ik. En dit is de kleur 5. Ja, C5. Oh. Zo. Deze concealer gebruik ik dus. En dat doe ik dus gewoon onder mijn ogen. Dan heb ik nog... Waar is die? Waar heb ik dat nou neergelegd? Oh, hier. Dan heb ik nog een blush. En dan gebruik ik deze gewoon... Heel simpel. Deze mascara, maar ik gebruik echt elke keer een andere mascara. En nu gebruik ik deze gewoon. En dan voor mijn wenkbrauwen gewoon een potloodje. En dan ga ik altijd even met mijn badjas gewoon naar beneden en ga ik even eten. Dus dat ga ik nu ook doen. En mijn broertje is gewoon naar school en mijn ouders zijn gewoon werken. Mijn moeder werkt thuis en mijn vader werkt gewoon op zijn werk. Dus ik eet meestal alleen, want ik ben nog altijd heel laat wakker. Maar dat vind ik ook niet zo erg, dus ik ga nu even alleen eten. Deze ochtend. Heb ik echt zin in een tosti. Dus we gaan een tosti maken. Ik ga even het tostiapparaat pakken. Ik wou nog even wat zeggen over mijn uploadschema. Want het was eerst elke vrijdag. Maar dat was ook wel weer een gedoe dat ik het ene keer een extra video uploadde. Of niet op vrijdag en op een andere dag heel random opeens deed. Ik stop met vast uploaden. Dus je moet je belletje aanzetten als je echt mijn video's wil blijven kijken. Dus dat moet je even doen. Want ik stop met vast uploaden omdat ik het elke keer echt een gedoe vind van... Ja, wat moet ik nu weer opnemen? Of er zit een beetje een druk achter. En dat wil ik eigenlijk juist niet. Ik wil het gewoon doen wanneer ik het leuk vind. En dat is zoals nu dan dat ik dit gewoon random opneem. Dus daarom komen er gewoon video's online wanneer ik wil. Dus het is handig als je je belletje aanzet en me volgt op Instagram. Want daar zal ik gewoon elke keer neerzetten als ik een video heb geüpload. Want het is voor mij gewoon veel fijner. Ik vind het voor jullie wel lastiger. Dat snap ik ook wel. Maar ja, ja sorry dan. Het is maar gewoon even ja, hoe het is. Dus ja, dat is even wat ik wil vertellen. Mensen nu vragen waarom ga je niet eerst je tanden poetsen. Als ik wakker ben ga ik eerst alles doen. Eten, alles. Omkleden en dan pas ga ik mijn tanden poetsen. Omdat ik dan nog de hele dag moet. En anders dan als ik het nu ga doen. Dan vind ik het eten zo smerig. Ik kan dat gewoon niet. Dan is het zo vies gewoon. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik het daarna doe. Nou, daar gaat het tosti erin. En ochtends drink ik meestal Yoki of ochtenddrink, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar vandaag drink ik Cool Best, want dat vind ik ook heel lekker. Even schudden, want ik vind dat echt heel lekker. Gewoon zo lekker fruitsappie. Dus dat gaan we lekker drinken. Nou, het eten is klaar en nu ga ik even lekker eten. En dan ga ik even altijd op Pinterest kijken wat ik aan ga doen. Het is echt triest, maar ik weet nooit wat ik aan moet doen. Dus dat ga ik even doen. Of ik kijk Instagram foto's en dan denk ik, oh ja, dat is ook wel leuk om aan te doen. En ik ga gewoon een beetje Instagrammen. Dus dat ga ik echt doen en ik ga even mijn tosti eten. Oh ja, en ik leg altijd een vetje onder. En dat is echt, ik ga dit verhaal vertellen. Altijd als ik een tosti maak, ik leg hem op het bord. Ja, ik vind dat heel vies, maar dat komt omdat het zo warm is. Er wordt dus vochtig en dan is het
onderkant van je tas helemaal nat of zo. Ik weet niet wat het is, maar dat is gewoon heel vies omdat het zo warm en vochtig is. En ik vind dat zo smerig. Dus dat is je vestje eronder en dan trek daarin en dan is je tas gewoon lekker aan beide kanten. Oh, dus dit ga ik even eten. Oh, het is inmiddels 11 uur en ik moet me echt even gaan omkleden. Ik wil er eigenlijk iets leuks aan doen, maar ik zit na te denken. Ik ga vandaag echt helemaal niks doen. Ja, elke dag zit ik me denk ik van ja, ik moet me eigenlijk klaarmaken. Maar waarvoor eigenlijk? Want ik ga gewoon niks doen. Dus ik heb een beetje een dilemma. Of ik ga nu gewoon in mijn pyjama zitten de hele dag. Maar ik heb wel make-up gedaan. Of ik ga nu gewoon even normaal omkleden. Ik denk dat ik nu gewoon eerst in mijn pyjama ga aandoen weer. En jong is goed met een trui. En als ik dan wel wat ga doen, want ik eerst even aan school. Als ik dan wel wat erna ga doen, dan klik ik me even om, denk ik. Ja, ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Nou, het pyjama idee vind ik toch wat beter eigenlijk dan omkleden. Dus ik heb gewoon even simpel een truitje aan gedaan. En mijn reindersbroekie. Dat was eigenlijk wat ik aan heb. Dit was eigenlijk mijn morning routine, want ik ga nu gewoon aan school. Ik weet echt niet hoe lang deze vlog duurt. Volgens mij niet eens zo lang, maar ik ga hem wel lekker plaatsen. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden om naar te kijken. Lekker overbelicht ook. Doe een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Zet je belletje aan zodat je er nu elke vlog gewoon bij bent. Want ik heb dus niet meer vaste uploaddatum. Maar dat je het wel gaat kijken. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh ja. Doei! Ik moet echt op de tanden poetsen. Dat ga ik niet doen. Maar doei!